Sunshines, welkom bij mijn volgende YouTube-video. En vandaag wil ik mijn beste 8 tips met jou gaan delen om op vakantie niet al te veel aan te komen. Waarschijnlijk ben je al heel erg met health en je lichaam bezig qua gezondheid. En wellicht ook met je gewicht. En heb je vakantie in de planning al staan, dan is deze video echt voor jou op het lijf geschreven. En we gaan heel snel gaan we van start. Momenteel zit ik in een heerlijke Bali, dus het leek me een perfecte plek om deze video voor jou te gaan opnemen. Gelijk de eerste tip, de voorbereiding. Waarschijnlijk heb je je vakantie al gepland, maar mocht je dat nog niet hebben gedaan en je mocht nog twijfelen tussen de camping of een hotel of wij spreken een Airbnb, zou ik voor een locatie gaan waar jij het meeste zelf in de hand hebt. Frank en ik die zitten regelmatig overal op de wereld en wij kiezen heel vaak voor een Airbnb met kookgelegenheid, waar een magnetron is en waar ook een koelkast en een slash vriezer aanwezig is. Dit zou de ideale situatie zijn, want hoe meer je je voeding wel kan voorbereiden en qua plannen zeg maar op vakantie, hoe beter het is en neem daarin de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk als je de keuze nog hebt. Tuurlijk gaan we ook uit eten, maar dan is het de keuze van hey, vanavond gaan we lekker uit eten en de andere dag gaan we lekker koken wat we thuis bij spreken ook koken. Dan heb je het in de hand, want zeker met een 2 weken buiten de deur eten kan het best wel hard van je aflopen. De calorieën die je binnenkrijgt, dan is het gewoon moeilijker bij te houden van hey, dit is wat ik ongeveer binnenkrijg. Een camping zou ook fantastisch zijn, want hey, gooi alles lekker op de barbecue en neem je palmspray mee. Dat zou nog een hele fijne tip zijn. Geen olie, geen boter, dat scheelt al heel veel calorieën, maar gewoon palmspray. Ik zet de link hieronder ook in de video wat dat is. Zero calories en jij hebt heerlijk vlees en lekker voor op de barbecue. Enjoy het alvast. Verder qua voorbereiding, we zijn nog steeds bij tip 1. Kijk welke gyms er in de buurt zijn. Kijk dat gewoon via Google Maps, zo doen wij het ook. En dan klikken we even de foto's aan van hey, hoe ziet het er een beetje uit. Heb jij een gym in je hotel? Kijk dan alvast even van hey, wat is er überhaupt te bieden? In deze gym kan ik hier mijn eigen workouts doen of kan ik hier totaal niet mijn eigen workouts doen? En ik train natuurlijk vrouwen, of ik coach vrouwen naar weer een heel fijn lichaam waarvan ze gaan stralen. En die geef ik ook altijd workouts mee. Voor als er geen gym in de locatie is. Of ze zijn op de camping. Of dat ze in ieder geval wel lekker die verbranding in kunnen. En vind jij het nou heel erg leuk om die workout ook te ontvangen? Of een workout zonder equipment en wil je heel graag wat doen voor een after selfie? Vind ik hartstikke leuk om die te geven. Stuur me even een berichtje onder in deze video van joh Paul, die wil ik super graag ontvangen. Laat ook even weten waar je heen gaat op vakantie. Vind ik ook weer leuk om te horen. En dan ga ik je die toesturen. Qua voorbereiding, wat ik zelf altijd ook doe, is kijken van hey, welke wat voor restaurant zitten er in de buurt. Kan ik makkelijk aan mijn eiwitten komen? Dus kan ik goed mijn herstel ingaan? Want op vakantie heb je eigenlijk 1 of 2 doelen. Maar je wil ook aan voldoende eiwitten komen. Nou, sommige landen, ik zit hier in Bali, is het echt wel iets lastiger, bijvoorbeeld ten opzichte van Amerika, om aan je eiwitten te komen. En dat is niet erg, maar op vakantie neem ik af en toe wel eens een eiwitshake om aanvulling te hebben op mijn eiwitten. Dus die zou ik adviseren om dan mee te nemen of een eiwitreep voor onderweg. Als we een tijdje hier op een scooter zitten, dat we in ieder geval een eiwitreep kunnen eten. Dus neem die vanuit huis alvast mee. Denk daarover na welke supplementen jij graag op vakantie mee wil nemen. Alright, mijn volgende tip is als je aankomt op vakantie. En dit is ook altijd wat ik even kijk in de voorbereiding van hey, zit er mini-markets of supermarkten in de buurt? Want het eerste wat wij doen als we aankomen is naar de supermarkt gaan. Daar halen wij heel veel water. Eigenlijk in elk land halen we flessen water, zodat we daar in ieder geval dat we die in huis hebben. Maar ook zoveel mogelijk bijvoorbeeld tussendoortjes en makkelijke dingen om even tussendoor te eten. Wellicht heb je honger en dan hoef je niet te grijpen naar taart bij wijze van spreken bij het buffet. Maar kan je gewoon je eigen voeding nemen. En dat is mijn volgende tip, tip nummer 3. Als je in een hotel zit, plunder echt de minibar. Zet alles eruit, haal de minibar leeg. En doe daar je eigen producten in. Dus als we naar de supermarkt gaan, dan halen we eigenlijk altijd plakjes kipfilet, zalm, kwark, wat hoog in de eiwitten zit. Zodat we die lekker in die minibar kunnen stoppen. Die zit bij ons ook altijd helemaal vol. En wat we ook altijd halen, wel tijdens de boodschap, zodat we dat in huis hebben, is fruit. En kijk dan naar fruit met een dunne schil. Want die bevat altijd minder calorieën, minder suikers dan fruit met een dikke schil. En daar is 1 uitzondering op en dat zijn druiven. Dus dat zou een tip zijn om die lekker in te slaan.
En ik noem die dingen ook altijd, ook al zit ik aan de kipfilet, dan doe ik altijd een beetje curry op of een beetje ketchup. Die neem ik altijd van die kleine zakjes mee. En dat noem ik altijd ook wel snacks tussendoor, zeg maar, op vakantie. Dat doe ik thuis totaal niet. Maar dat klinkt gewoon een stukje gezelliger, vind ik. En lekker satéprikkertje en dan lekker eten. Of lekker een bord maken, wel met fruit. Een beetje gaan indelen. Ervan uitgaande dat je 's avonds uit eten gaat. Mijn advies zou zijn, heb je 's ochtends een buffet of kan je zelf wel, ben je op de camping, dan kan je zelf je ontbijt bepalen. Zou mijn advies zijn om te gaan starten met eiwitrijke producten. Van koolhydraten kan je best wel een beetje duf worden. Mijn advies zou zijn om die lekker na de avond en vaak uit eten is vrij veel vet en bestaat voornamelijk uit koolhydraten. Dus wat ik altijd doe, die plaats ik hup naar de avond toe. En 's ochtends ontbijt, kunnen ze omelet maken, vraag ik altijd low fat en only egg whites. En doe daar lekker veel paprika, veel ui in. Veel spinazie. En dat zou mijn ontbijt al zijn. Dus eieren. Ga kijken naar zalm. Tuurlijk zit zalm ook redelijk vol met vet. Dat is een mind. Je hebt vet simpelweg nodig voor je hormoonhuishouding. Heel veel mensen denken van, oh, vet. Word ik vet van? Dat antwoord is nee. Maar met veel kipfilet, wat ik vermijd, zijn echte croissantjes en toch wel het brood. Terwijl je die ergens af en toe prima kan eten. Maar zoals een croissantje, dat is gewoon best wel heel erg klein. En kan zo al maar een 150, 200 calorieën zijn. Daarvan kan je echt behoorlijk veel kipfilet eten en vult gewoon veel meer. Tussen de middag eet ik vaak salade. Wil je ook nog zoveel mogelijk rustig aandoen, wel met je calorieën, terwijl salade heel calorierijk kan zijn. Maar vraag bijvoorbeeld of je de saus on side kan doen, zodat je zelf kan kiezen hoeveel saus je neemt. Want heel vaak is een salade, wij spreken meer dan een Big Mac. Hier gaat die komen, onder andere door de saus. Dus die gaat daarin, zou echt een tip voor mij zijn. Hou de porties lekker klein in de ochtend, nog in de middag. En ga in de avond meer volumerijk, zeg maar, eten. Dat je dat soort van opspaart voor de avond als je lekker uit eten gaat. Nou, dan gaan we door naar, en sowieso, als je onderweg gaat, neem iets mee wat je makkelijk mee kan nemen. Hè. Voor ons zijn dat dan vaak yoghurtjes wat meegaat, waar al een lepeltje bijvoorbeeld in zit. Of een eiwitreep, of dat we een shake kunnen maken na wij spreken hebben gesport. En zorg dat je als je onderweg bent wel vooruit denkt van, hé, waar heb ik zin in? Wat kan een trekmoment zijn? Oh, ik neem een appel. Oh, ik neem een dit. Mijn volgende tip is heel erg je waterinname. Gooi die omhoog. Waarschijnlijk is het veel warmer op de bestemming waar je heen gaat. Tenminste, I hope so. Of je gaat windsport natuurlijk. Nou, daar gelden de tips natuurlijk ook voor. Maar doe je waterinname omhoog. Wat je niet wil op vakantie is dat je in één keer een dip krijgt omdat je simpelweg te weinig vocht in je lichaam hebt. En dat je in één keer denkt, oh, ik heb heel veel honger. En dat je buik echt gaat vullen met voeding omdat je honger hebt. Dus dan krijg je eigenlijk alleen maar, ik wil niet zeggen nutteloze, maar soms overbodige calorieën binnen. Dus heb je waterinname on point. Ik start mijn dag altijd met 1 bidon, deze, voordat ik ga ontbijten. Dit is 700 milliliter en dan weet ik, mooi, die heb ik al binnen. Ga uit van per 23 kilo lichaamsgewicht 1 liter water. Voor mij is dat 2,5 liter water ongeveer. En op vakantie ga ik altijd wel naar de 3,5 liter. Want het is warm weer, dus je transpireert veel meer. Zeker omdat ik op vakantie altijd wel echt actief ook probeer te blijven. Transpireer ik nog meer en heb je echt je water nodig. Dus mijn buik is de hele dag al gevuld met water. Voeding komt daar bovenop te liggen. Alcohol. Mijn grootste tip is qua alcohol. En ik krijg van mijn sunshines die je coach heel vaak vragen. Oeh, vakantie. Vind ik best wel heel erg spannend. Maar ga daarin afspraken met jezelf maken. Tuurlijk kan je ook gewoon alcohol blijven drinken op vakantie. Maar mijn tip daarin is ga afspraken met jezelf maken. Hey, vanavond ga ik 1 drankje doen of 2 drankjes. Deel dat ook met degene bij wie je bent. Het is altijd fijn om ergens een stok achter de deur te hebben van, hey, dit zijn de afspraken met mezelf. Want reken maar dat als jij de volgende ochtend wakker wordt en je denkt, ik wil gewoon 2 biertjes, 2 cocktailtjes, dat je zo trots wakker wordt en meer scherp on point bent op de dag zelf. Je weet zelf ook, als je op stap bent geweest en je hebt echt 8 cocktails of misschien wel meer achter je kiezen, dan zijn keuzes maken de volgende dag gewoon best wel heel veel lastiger, omdat je mentaal gewoon veel minder sterk bent. Dus mijn tip is, zorg dat je daarop voorbereid bent. En dat je er echt even bewust over nadenkt van,
hé, maar wat wil ik vanavond? Hoe wil ik vanavond in mijn bed liggen? Met welk gevoel? Keertje los wil. Mijn tip is, doe het dan echt op één avond. Helemaal lekker los, in plaats van dat je het helemaal gaat verspreiden. Want alcohol zorgt ervoor dat je vetverbranding even on hold staat. En dat wil je liever dan in één keer gewoon goed hebben. Dan continu dat het er doorheen sluimert. En nou ja, dat je eigenlijk niet echt tot je vetverbranding komt, zeg maar, in je vakantie. Mocht dat het doel zijn, hè, laten we dat voorop stellen. Geef ik als tip mee mijn sunshines om voeding af te wegen. Dat is maar net hoe belangrijk is het doel voor je. Zelf doe ik dat soms als ik aan het droog trainen ben naar shoots toe. Doe ik dat wel, want dan wil ik gewoon weten wat krijgt mijn lichaam binnen. Want ik heb een bepaald doel en ik zie alles wat ik extra kan eten op vakantie. Of om op gewicht te blijven, dat voel ik als extra in plaats van dat dat een must is. Ik vind het super vervelend als ik terugkom en ik heb echt weer een groot doel. Dat ik denk, oh no. Ik heb het echt in een week verpest waar ik bij spreken al 8 weken heel hard voor aan het werken ben. Dat is gewoon eigenlijk heel erg zonde. Dat is mijn overall grootste tip. Als je ook geen weegschaal mee wil nemen, dat is het volgende. Stop met eten wanneer je gevuld bent en vertrouw erop dat er weer een hele fijne maaltijd aankomt. De meeste mensen die hebben best wel een betere eigenschap om alles maar op te eten wat er überhaupt op je bord ligt. Want we leven nu en nu moet alles op. Maar als jij leert uit te stellen, als jij leert om heel langzaam te eten, kou een 10 tot 15 keer op je voeding. En om af en toe echt momenten te hebben van, hey, is mijn body al gevuld? Kan ik stoppen? Om je eten dan te laten liggen in plaats van je hele bord helemaal vol, of tenminste helemaal leeg te eten en uiteindelijk met zo'n buik op de bank te liggen. Daar wordt je lichaam gewoon niet heel erg blij van. Dus stop met eten wanneer je gevuld bent. Ga kleinere porties verdelen over de dag. Zeker met warm weer heeft je lichaam heel veel moeite, of meer moeite met je voeding te verteren. Daarom voel je je ook wat lomer. Je lichaamstemperatuur in je lichaam is overal wat hoger door de hogere temperaturen outside. En daarom heb je al wat minder energie. Zorg voor kleinere porties en stop wanneer je gevuld bent. En visualiseer dat ook eens. Dat leer ik ook heel erg met sunshine. Visualiseer dat je aan tafel zit al en dat je zegt, hé, ik ben gevuld, het is genoeg. Punt. Was het niet lekker? Nee, ik ben gevuld. Want dat is zo ontzettende kracht. En als je dat doet, ga je zien dat je echt op koers kan blijven tijdens je vakantie. En dat je niet hoeft aan te komen. Ik denk dat dat haast mijn grootste tip is. Stop wanneer je gevuld bent en ga je niet propvol eten. Alright, that's it. Mijn laatste beste tip ever, denk ik. I hope so. Is dat je voor je vakantie al een planning hebt gemaakt voor na je vakantie. Wat ik zelf doe. Ik ga een voorbeeld geven. Als ik op vakantie ga, dan weet ik gewoon van, hey, weet je, ik kan al tijdens de vakantie, zeker deze vakantie in Bali, ben ik iets losser geweest dan met voeding. Momenteel niet een heel sharp doel waar ik naartoe hoef te trainen. Maar ik weet wel, van dinsdag komen wij weer terug. Dinsdag weet ik wat ik ga eten. Ik heb mijn boodschappen heb ik al laten bestellen. Dat staat in de koelkast. Ik weet wat ik 's avonds ga eten. Die planning die heb ik al helemaal gemaakt voordat ik überhaupt het vliegtuig instap. Ik weet ook exact welke trainingen ik ga doen de week dat ik terugkom. Dat ik daar niet meer over na hoef te denken. Want het moeilijkste is van vakantie is dat je een beetje wat losser bent geweest. En dan kom je terug en dan moet je gewoon weer in je ritme komen. En ik geloof erin hoe sterker je die maakt. Gelijk, oké, we zijn thuis. Oké, weer terug in het ritme waar je in zat voor je vakantie. Dat je daar het beste bij gedijt. Want anders heb je heel lang nodig om weer een beetje in het ritme te komen. En ik geloof erin, elke dag van je leven is er weer eentje. Dus pak hem vol. Maak er echt iets moois van en iets moois, daar geloof ik heel erg in, dat je s'avonds trots in je bed ligt door wat je hebt bereikt en wat je hebt gegeven in het leven. Zet in de comment heel graag of jij nog tips hebt, dingen die je doet, dingen die jij slim vindt om te doen, om in progress te blijven en ook even wat je van deze video vindt. En laat me weten waar jij heen gaat op vakantie, vind ik onwijs leuk om te horen. En of je wil ontvangen voor op vakantie zonder equipment, die ik zelf ook doe. Die sommige van mijn sunshines ook doen. En ik kan niet wachten tot de volgende video. Dankjewel voor het kijken. En als belangrijkste, abonneer je vooral. Dan krijg je nog veel meer tips over jouw gezondheid. Vooral hoe jij mentaal veel fijner in je vel kan zitten. Zodat je weer gaat stralen wanneer je voor de spiegel kijkt. Ik coach vrouwen op voedingtraining en op mindset. En ik wil jou ook
heel veel tips gaan geven. Dit was hem voor vandaag. Hele fijne vakantie. Geniet ervan. Neem deze tips ter harte. En dan gaat het zeker goed komen. Tot snel. Doei doei.